Welkom lieve kijkers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En ik ben Joost en ik heb zo koud dat mijn pikjes als een beetje begint te krimpen. Dus wat moet je doen in die tijd dan, Martijn? Penis vergroten. Dat zou kunnen, maar wat je ook zou kunnen doen is lekker de warmte opzoeken. En dat kan natuurlijk heel goed in een goed spa-resort, die normaal gesproken veel te duur zijn. Probeer jij zelf nu al in te dekken dat je een kleine piemel hebt, zodat dat zometeen door de kou komt, Joost? Ja, dat we gewoon een turtlenekje om onszelf warm te houden. Slim. Ja, toch? Ja, ik denk ook niet dat het voor mij heel groot zal zijn op dit moment. Maar we laten even kijken hoe wij gaan deze spa gaan binnenkomen. Dat wij nu een half uur over onze piemel gaan praten, voordat we überhaupt al binnen zijn. Let's go! Martijn, die gaat dus even naar binnen om te kijken of daar nog een mogelijke ingang is. Ik loop gewoon zo naar binnen. Ik ben dus langs de receptie gelopen. Kom ik gelijk een trappetje op. Ik dacht even verkennen wat daar is. Ik heb het idee dat ik nu al gewoon binnen ben. Dit zijn de kleedkamers. Als ik nu gewoon mijn kleren uittrek, dan is het net alsof ik hier al 3 uur rondhoud. Hey Joost, hey. Volgens mij ben ik al binnen. Hou je bek. Heb je ook een handdoek gekregen ofzo? Of een badjas? Ik ging even op onderzoek en ik liep langs de receptie. En ik zag in één keer de trap naar boven en ik dacht even kijken wat daar zit. Maar je kunt nu gewoon je spullen in de kleis doen en gewoon lekker gaan poedelen. Ik heb wel een bandje nodig voor de scan. Oh, je hebt wel een bandje nodig voor de scan. Dus je kan niet je kleren in het kluisje stoppen. Ik ga gewoon een beetje onderzoek. Ik vlog wel aan wat dingetjes. En dan kom je even naar buiten. Ja, is cool. Is cool. Oh, Martijn die is gewoon zonder iets te betalen gewoon binnengelopen. En die kan dus blijkbaar nu al gewoon gaan badderen. Ja, ik ga gewoon vanaf hier kijken hoe we op een andere manier binnenkomen. Daar zijn hele slappe hekjes. Als je een hekje daar overheen pakt. Daar ergens een hekje over. En je springt daar het zwembad in. Zo simpel kan het zijn. Maar... Nee, ik heb het niet gedaan. Oké, het is niet te doen. Oh, oké. Nee, wat dan? Nee, ik heb het niet gedaan. Oh, oké. Ik ben zojuist herkend. Wat kut. Het ging zo soepel. Ik liep daar gewoon binnen. Ja. Ik had gewoon mijn kleding aan kunnen doen, uit kunnen doen. Ik had een spa in kunnen lopen. Eén ding duidelijk nu is dus dat deze manier niet gaat lukken. Ja, ik denk zodra een van die mensen mij ziet, dan ben ik fucked. En ze lopen best wel veel van die mensen rond. Ze staan nu op alert, ze hebben mij nu gezien. Zodra ik in dat bad spring en eentje van die mensen loopt langs, duidelijk. Dan ben ik eruit. Oké, maar ik stel voor dat we dan nu eventjes een even uurtje gedijst houden. Oh, is goed. En dan kunnen we hier met een uurtje terugkomen. 1 hour later. Hoe gaan we het doen? De binnenkant. Ik heb de hele overview gezien. Je hebt aan de zijkant heb je gewoon een deurtje. Volgens mij stond die open. Ja. Dus ik stel voor, laten wij gewoon al onze kleding uittrekken, behalve onze onderbroeken. Oké. Okay. Zo dicht mogelijk bij die ingang gaan staan. Ja. Ja, ga verder. Ja. En we parkeren de auto en we rennen naar binnen. Let's go! Ik zou zeggen, ik volg jou, Joost. Ja. Hoe zit het? Nee, Joost, niet doen. Nee. Wat is het zo koud? Joost, nee, Joost. Yes. Oké, dus Martijn, je zei het korte plan was, we rijden erheen, richting het deurtje, rennen naar binnen, ja. Springen het zwembad in. Moet zo dicht mogelijk daar bij dat hutje daar. 100%. Nee, dat zal het even zien. Gast. Oké, 3, 2, 1. Leg de telefoon nu, daar gaan we. Ja, fuck it. 3. We gaan nu. We gaan nu. 3, 2, 1. Kom. Keep your hand up. Stil. Ik heb
waren even vergeten dat hier iedereen natuurlijk naakt is. Dus we werden gelijk even aangesproken, broekje uit of eruit. Joost, ja. Ik vind dat het tijd is om lekker weer richting Amsterdam te gaan. In ieder geval kijken of we hier nog überhaupt uit gaan komen. Ik heb hier absoluut geen zin om uit te komen, want het is 0 graden buiten. Het bad is lekker 30 graden. We hebben geen onderbroekjes aan. We moeten het wel echt gaan doen. Oké. Laten we het doen. Laten we gewoon spullen pakken. Hetzelfde weg zoals we binnen zijn gekomen, weer naar buiten rennen. Ja. Naakt. Let's go. Het is zo fucking koud. Laten we hopen dat er nu hier geen security weer staat. Joost, kom. Hij is open, hij is open. Holy shit. We did it. Nou, Joost. Oh, yes. We did it. High five. Vond je het nou een video? Vergeet dan niet al onze andere video's te kijken. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, volg ons ook even op social media. En we hebben ook merchandise, wat ik nu heel graag zou willen hebben, want ik heb het fucking koud. Maar jij kan het bestellen op onze website www.3gasten.nl. We zien je volgende week gewoon weer. Later! Pas op de weg, Joost! Later!